De komst van een complex met hindoe-tempels in Laakhaven is een stap dichterbij. De initiatiefnemers hebben woensdag de grond officieel gereserveerd. Daarmee zijn ze verplicht om te gaan bouwen. Ze zijn nog bezig om geld bij elkaar te krijgen. Op het Mandierpark komen 3 gebedshuizen. Aan beide kanten van de Mandiers worden woningen gebouwd. ADO Den Haag wil nieuwe sponsors werven van buiten de stad. Woensdag was er een bijeenkomst in het stadion voor de huidige, maar ook voor nieuwe sponsors. Ongeveer 300 bedrijven kwamen erop af. Het gebied rond Den Haag biedt volgens algemeen directeur Piet Jansen veel mogelijkheden, ondanks de economische crisis. Politici hebben woensdagavond op sportieve wijze het parlementair jaar geopend. Zoals ieder jaar voetbalden, hockeyden en volleybalden de Kamerleden met scholieren en topsporters. Het doel van het evenement is sport op de politieke agenda te zetten. De organisatie wil meer mensen aan het bewegen krijgen, omdat dat alleen maar bezuinigingen zou opleveren.